welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke, betaalbare, goedkope video. Vandaag ga ik mij helemaal opmaken met alleen maar make-up producten onder de 10 euro. Dus of 10 euro of eronder, niks daarboven. Ik ben echt altijd all about betaalbare make-up. Als je al een tijd bent geabonneerd op mijn kanaal, dan weet je dat ook. Ik hou van betaalbare make-up. Ik hou er niet van om te veel geld te moeten spenderen. Ik heb ook een heleboel luxe, dure make-up, maar ik word toch wel altijd extra blij als ik gewoon goede, goedkope make-up vind. Dus ik dacht, ik ga gewoon een hele video maken over make-up, gewoon onder de 10 euro. Dus alles wat ik vandaag gebruik, als je juist wilt hebben, je kunt het gewoon makkelijk en goedkoop halen. Het is allemaal niet duur en dat is echt ideaal, denk ik. Dus ik maak de intro vandaag niet te lang. We gaan gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Ik ga vandaag weer beginnen met de ogen. Ik heb hier echt een fantastisch oogschaduw palet van echt like 5 euro of zoiets. En dat is van Makeup Obsession, de Be Very Afraid Eyeshadow Palette. Dit is echt een prachtig paletje. Het zijn wel best wel donkere kleuren. Daar moet je echt van houden. En je hebt dus hier twee pressed glitters, wat matte kleuren en een aantal glanzende kleuren. En het zijn echt 8 prachtige kleuren. Ik heb dit paletje al een keer gebruikt, obvious, anders wist ik het niet. Ik heb er een look mee gemaakt voor op mijn Instagram. Die look was ook echt geweldig. En toen ik dit paletje gebruikte, ik had niet echt verwachtingen of zo. Dit was een Halloween paletje, maar hij is nog gewoon te koop bij Bougie Shop. Ik had niet echt verwachtingen. Ik dacht, ja, wat erg. Gewoon een goedkoop paletje. Ik maak gewoon even snel een lookje ermee, want ik hou van pressed glitters, dus dat sprak me echt aan in dit paletje. Maar toen ik de look aan het maken was en toen ik klaar was, ik was echt impressed met de kwaliteit van zo'n betaalbaar paletje. De kwaliteit is ook gewoon cheap, het is gewoon een goedkope verpakking, maar echt de kwaliteit van de kleuren is zo amazing. Echt, ik vond hem echt geweldig. En ook vooral omdat het zijn maar 8 kleuren. Het is niet echt een heel groot paletje. Maar dat ze 3 verschillende soorten finishes hebben. Dus gewoon glanzend, mat en pressed glitter. Vind ik echt amazing. En ik vond het echt, ik was echt impressed. Dus dit paletje, ik ga hier vandaag een lookje mee maken. Dus laten we snel gaan inzoomen op de ogen. Mensen, mijn wimperrand is gewoon nog steeds ontstoken. Het is nou echt al letterlijk een paar maanden. En het gaat gewoon niet weg. Ik heb echt al van alles gedaan en geprobeerd. Maar het wil gewoon niet weggaan. Het is wel minder, maar het is wel echt super annoying. Maar ja, negeer dat vooral. Voor de mensen die mijn video hebben gemist waarin ik heb verteld dat ik ben gestopt met mijn kwastenlijn, bekijk die video even snel, want ik gebruik dus nou weer gewoon andere kwasten. Dit zijn de kwasten die ik altijd gebruikte voordat ik mijn kwastenlijn had. En die ga ik nou ook weer gebruiken. En in die video heb ik verteld waarom ik ben gestopt. Maar in ieder geval, als je het hebt gemist, ik heb geen kwastenlijn meer. Sarah Marie Cosmetics is gestopt. Dus vandaar dat ik de kwasten ook niet meer gebruik. Want ik gebruik niks op mijn kanaal wat niet meer te koop is. Ik ga weer beginnen met primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik ga beginnen met de matte kleur hier in de hoek. Die heet No Sleep. Die is lichtpaars. En met een hele grote fluffy kwast ga ik die zo aanbrengen in mijn hele arcadeboog. De kwast die ik gebruik is van BH Cosmetics 101. Dan ga ik in met de matte kleur hier beneden. Petrify, die is een beetje donkerpaars. En ik gebruik ook weer gewoon nog steeds deze grote fluffy kwast. En hiermee ga ik ook zo in mijn arcadeboog. Gewoon op en neer, heen en weer. Dan ga ik in met de zwarte matte kleur, die heet Corrupt. Hiervoor gebruik ik een platte fluffy kwast, die ik gebruik is van New Standards. Dan pak ik een beetje van die zwarte matte kleur en die ga ik aanbrengen alleen maar hier in de hoek. En ik dep het er zo in en ik blend het ook gelijk een beetje in mijn crease. Kijk, de zwarte kleur is ook echt super zwart, vooral in goedkopere paletjes is de zwarte kleur meestal niet echt heel zwart, dan is het toch een beetje een donkergrijsachtige kleur en komt er niet heel veel pigment vanaf. Maar in dit paletje is hij echt super zwart en hij blendt heel fijn en dat is ook niet altijd het geval. Vooral met zwart is het toch altijd een beetje tricky. Maar nee, dit paletje is echt zo goed. Ik was echt in shock. En dan pak ik weer een beetje van die kleur Petrify en dan ga ik weer een beetje over de randen heen. Dan ga ik een halve cut crease maken met mijn Catrice Concealer in de kleur 15 Honey. Dan ga ik in met deze mooie glanzende kleur. Die heet Eerie. Ik weet niet echt wat Eerie inhoudt. Ik breng die aan met een platte kwast van Morphe. En ik heb hem nat gemaakt met wat MAC Fix Plus. En die kleur breng ik dan aan over de hele cut crease.
Oké, ik moet wel zeggen, ik had elke kleur in dit paletje al gebruikt, behalve die ik net heb gebruikt. Ik vind die iets minder goed. De rest is echt beter, maar deze kleur hier bracht niet echt heel toppie aan. Ik moest best wel veel aanbrengen. Maar nog steeds, ook al is die ene kleur iets minder voor de prijs, nog steeds een goed paletje. Dan pak ik weer een beetje van de zwarte kleur Corrupt. En dan blend ik het hier weer een beetje in met de glanzende kleur. En zoals je misschien al wel had verwacht, moet ik ook weer ingaan met een pressed glitter. Deze hier is echt prachtig. Die heet Panic. En ook die breng ik dan een klein beetje aan over de cut crease. Nou breng ik niet echt heel veel aan. Ik wil niet dat die echt helemaal de kleur eronder bedekt. Maar gewoon een beetje voor een beetje extra glitter. Onder een pressed glitter hoeft in principe geen lijm. Maar als je gewoon wil dat het gewoon iets beter blijft zitten, dan mag je gewoon dat eronder aanbrengen. Maar in principe met een pressed glitter, die blijven gewoon altijd plakken. Zo, is dit niet echt te prachtig? Ik vind het echt geweldig. Ik heb het gewoon een klein beetje aangebracht. Als je echt gewoon volop glitter wilt, dan kun je ook gewoon veel aanbrengen met je vinger. Maar ik heb gewoon een klein beetje gedaan, zodat je de kleur eronder nog wel ziet. Ik vind het echt, kijk hoe mooi dit paletje blendt en de kleuren echt, I love it. Voor zo'n betaalbare prijs, I can't. We gaan verder met mascara. Een van mijn favoriete onder de 10 euro mascara's heb je echt al wel vaker op mijn kanaal gezien als je mij volgt. En dat is de Miss Lyn Lolita mascara. Die valt nog net onder de 10 euro en deze is echt geweldig. Ik vind hem echt helemaal top. Ik had die besteld bij beautybay.com. Dat is een Engelse website, dus je kunt daar gewoon makkelijk bestellen. Zonder douane of iets te betalen. Douane hoef je alleen te betalen als het buiten de EU komt. Deze verdient echt meer hype. Ik vind hem echt geweldig. Dan nep wimpers. Dit was ook super makkelijk voor mij. Dit zijn echt mijn favoriete wimpers. Ook al heb ik er hier een aantal die echt super duur zijn, gebruik ik toch altijd gewoon mijn Primark wimpers. En echt, deze zijn echt geweldig. De hele collectie is echt geweldig. En ze zijn super goedkoop. Ik heb hier de stijl 747. En deze gebruik ik echt het meeste. Als je mij volgt, nogmaals, dan heb je dat echt al vaker gezien. Deze Primark wimpers zijn echt amazing. I love them. Deze ga ik even opdoen. Dan haal ik ook even de fallout hier weg op mijn gezicht. En dan gaan we beginnen aan de gezichtsmake-up. Oké, ik ben nog even snel terug. Ik heb nog even een glitterlijn aangebracht hier op de cut crease. Ik heb mijn W7 Metal Flash gebruikt. Deze zijn by the way ook super betaalbaar en echt amazing. Deze zijn zo mooi. Dit is in de kleur. Deze is goud, maar er staat geen kleur op. Nee, ik kan de kleur niet heel goed zien, maar hij is gewoon goud. En die heb ik zo aangebracht hier mooi op de rand om het mooi strak te maken. En waardoor de pressed glitters ook gewoon goed op hun plek blijven en niet buiten de rand gaan. Dus dat heb ik nog even snel gedaan. En nou ga ik echt even de fallout weghalen en dan beginnen aan het gezicht. Oké, ik heb het ook zo hier mooi strak gemaakt, want dat vond ik wel leuk voor de look van vandaag. Ik ga mijn gezicht primen. Een van mijn fave primers onder de 10 euro is de Catrice Prime & Fine Primer. Ik heb hier de Fresh It Up. Die is blauw, maar je hebt hem ook in het wit. En die is ook fijn. Blauw is extra fijn voor een droge huid. En ik vind deze echt geweldig. Ik had die ook mee naar Marokko. En ik heb hem daar ook gebruikt elke dag. Echt. Hij is zo fijn en zo refreshing. I love it. En die witte is ook echt top. Die witte is nou op. Dus die zou ik even opnieuw moeten halen. Maar ik heb nou nog gewoon de blauwe. Dan foundation. Ik heb hier de My Perfect Color van de Pri. Deze is ook echt geweldig. Ik heb die al wel heel lang. Echt al meer dan een jaar. Deze is slechts 6 euro. En ik heb hem in de kleur Toffee. Deze is nog te koop, alleen ze hebben de verpakking veranderd, maar hij is er nog. Deze is echt amazing, jongens. Ik heb die ook nog laatst gebruikt in een video. Het enige wat ik minder vind is, hij heeft geen pump. Kijk, hij heeft geen pump. Je moet hem gewoon zo op je blender aanbrengen. Deze is zo mooi. Hij is mat, hij dekt mooi, hij blijft lang zitten. Ik heb er echt gewoon niks slechts over en hij is slechts 6 euro. Dus dat is echt amazing. Dus ik breng die gewoon zo een beetje hierop aan. Ik vind dit niet echt handig zo, want ik pak zo altijd echt veel te veel. Maar goed, dan blend ik gewoon dit in de huid. Voor concealer heb ik er een aantal die ik fijn vind.
Ik heb hier de Infinite van Revolution. Deze is echt super fijn. Ik heb die ook helemaal in een video getest. En deze is echt top en onder de 10 euro. De Colourpop Pretty Fresh. Ook deze is echt heel fijn, alleen hier niet te koop. De Catrice Concealer. Deze gebruik ik al vanaf het begin van mijn kanaal. Nog steeds amazing. En de Elf Concealer. Ook deze amazing. Super goedkoop. En die ga ik vandaag gebruiken. Ik heb hem in de kleur Medium Sand. Die is absoluut niet medium. Die is best wel licht. Dus let daarmee op als je hem open wilt bestellen. Als betaalbare poeder heb ik er ook twee die ik wil laten zien. De Essence My Skin poeder. Deze is echt heel fijn. Die heb ik ook in een video getest. Deze komt in maart, maar het is nu maart. Dus als het goed is, is hij nou in de winkel. Ik heb de kleur 2. Die kleur is iets te donker voor mij. Ik bedoel de kleur 20, niet 2. Dus ik ga zeker kleur 1 halen. En nou is hij volgens mij al in de winkel of nog niet. Maar zodra die er is, ga ik kleur 1 halen. Deze is heel fijn. En ik heb hier de Revolution Lace Poeder. Deze vind ik ook fijn. En omdat nou deze niet mijn kleur is, ga ik voor deze. Oh, by the way, wat ik allemaal gebruik. Mijn spons is van Queen Tarzi. Deze gebruik ik vandaag. En mijn blendervol van Tati Beauty, die gebruik ik voor poeder. Het enige wat ik niet heb onder de 10 euro is een contourpoeder. Die had ik wel. Maar ik heb dus echt net mijn hele beauty room opgeruimd. Allemaal make-up weggedaan. En ik heb dus letterlijk elke goedkope contourpoeder weggedaan. Dus ik gebruik vanochtend even mijn NYX contourpalet. Deze is 20 euro. Maar je hebt wel 8 kleuren. Dus in principe is dat ook niet echt heel duur. En obvious welke kleur ik gebruik, dat is deze. En dan als pressed poeder heb ik hier eentje van Revolution in de kleur P2. En deze is echt super licht, heel fijn, mat en goedkoop. En die kleur pak ik dan ook met mijn blender vol. Ga ik gewoon zo'n beetje overheen. Die breng ik nog zo extra aan hier om het een beetje te verlichten. En iets meer dekking zoals je kunt zien. Dan een beetje fixing spray van Max & More. Deze is van de Action. Wow, mijn hele stem viel weg. En ik heb hem hier in het blauw. En die ga ik eventjes aanbrengen om het allemaal een beetje in geheel te maken. En het wat minder poederig te maken. Oké, dan ga ik in met de zwarte oogpotlood van Catrice. De Instant Smoky oogpotlood. Deze is een beetje zo dikkig en smudgy. Ideaal voor als je een smoky look wilt maken. Want je hebt hier zo'n smudge ding. Maar ik gebruik vandaag alleen maar de potloodkant en die breng ik aan in mijn waterlijn. En ik breng het ook een beetje aan onder de waterlijn. Want daar komt zo meteen zwarte oogschaduw en dan wordt die iets zwarter. En dan ga ik weer in het paletje en dan mix ik de zwarte kleur met de kleur hier beneden. Dus die twee kleuren ga ik mixen en aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En ik begin met de zwarte kleur. En dan weer een beetje mascara op de onderste wimpers. Oké, voor bronzer heb ik er ook 3 onder de 10 euro die geweldig zijn. Ik heb hier de Miss Lynn Beach Please bronzer. Dit is echt een absolute dupe van de Benefit Hoola bronzer. En deze is super goedkoop, ook mooi mat. Heb ik ook van Beauty Bay. En deze vind ik ook echt heel erg fijn. By the way, ik heb een hele video gemaakt over Miss Lynn waarin ik al die producten heb geprobeerd. En deze is echt super fijn. En ik heb er 2 van Revolution. De Mega bronzer. Deze is super mooi warm. I love it. In de kleur 2 warm. Je hebt ook 1 en die is meer cool tone. En ook weer zo'n matte poeder die ik net heb gebruikt in de kleur P2 voor hieronder. Heb ik hier de kleur P10 en deze is heel mooi als bronzer en ook echt super goedkoop en ook mat. Dus dit zijn echt 3 van mijn faves van onder de 10 euro en ik ga vandaag voor de Mega bronzer. Voor blush heb ik hier van MUA een matte blush. Er staat gewoon op blush, dus ik denk dat dat de naam is. Ik heb me in de kleur Rouge Punch. Deze heb ik gehaald bij de Kruidvat. En ik vind deze blushes van hun echt geweldig. Hij is mooi en mat. Ik vind de verpakking ook zo mooi. Deze bloem erin. De kleur is prachtig. Het is wel echt roze, maar I love it. Hij is mooi mat en hij is betaalbaar. I love it. Ik vind deze echt heel fijn. En je hoeft echt maar een heel klein beetje aan te brengen en hij is al gewoon prachtig. En dat vind ik echt top. Ik zie altijd in hun video's dat mensen ook een beetje blush aanbrengen, zo hier op de neus. Dus nou doe ik dat ook. Ik weet niet echt waarom ik dat nou ook doe, maar ik zie het altijd bij anderen en ik vind het wel iets cute hebben.
En dan ook zo'n beetje hier bij de voorhoofd. Kijk hoe mooi die blush is, jongens. Vinden we dit niet prachtig? En qua highlighter heb ik een paletje en die is precies 10 euro. Dus hij valt nog precies net in de categorie. Deze heb ik al een hele lange tijd ook al heel vaak op mijn kanaal laten zien. Maar het is echt nog steeds tot de dag van vandaag een van mijn faves. En dat is de Revolution X Sauve Highlight paletje. Echt mensen, amazing. De kleuren zijn echt prachtig. Er komt veel pigment vanaf. Je hebt echt heel veel opties qua kleuren. Je kunt heel veel doen. Wat ik vaak doe is ik mix deze alle drie gewoon met elkaar. En die breng ik gewoon aan. Echt geweldig. En ook deze kleur hier is zo apart. I love it. Deze is zo apart paarsachtig. En welke huidskleur jij ook hebt, er zit gewoon een kleur in voor jou. Wat voor mij ook extra fijn is, voor mijn huidskleur kan echt gewoon bijna elke kleur hier. De enige kleur die niet echt kan is deze hieronder, want die is echt te bruin. Maar voor de rest, ik kan ze basically gewoon allemaal gebruiken. Maar ik ga nou even mixen, even kijken. Ik mix weer gewoon deze drie kleuren zoals ik altijd doe. Oké, en dan voor de lippen heb ik echt meer dan genoeg. Ik heb echt superveel. Ik heb hier een NYX combo. Ik heb de NYX Suede Matte Lip Pencil in de kleur Sandstorm. En ik heb de NYX Liquid Suede Matte Lipstick ook in de kleur Sandstorm. En ik hou niet van matte lippen, dus ik ga er nog overheen met de NYX Gloss. Deze is gewoon transparant en echt amazing. I love it. Het is echt een van de beste transparante glossjes die er bestaan, ever. En dan weer als laatste mijn Maximal Fixing Spray. En dit is de Long Lasting. En deze ga ik even opsprayen en dan is het klaar. Mijn trui is echt helemaal vies. Nou mensen, wat vinden we van de look? Ik denk dat niemand zou kunnen zien dat dit een full face is met make-up onder de 10 euro. Ik heb vandaag echt absoluut de meest goedkope producten gebruikt. En het is echt zo mooi geworden. Kijk op die ooglook. Ja, dit laat echt wel weer gewoon zien dat je echt gewoon ook een hele mooie full glam look kunt maken. Zonder te veel te hoeven te betalen. I love it. Ik ben ook echt iemand die altijd zegt, je hoeft echt niet te veel te betalen aan make-up om er gewoon goed uit te zien. Ik moet wel erbij vermelden, als je gaat voor alleen maar betaalbare make-up, heel veel is ook niet goed. Dus zoek wel echt wat echt matcht met jouw huid. En alles wat ik vandaag heb gebruikt is gewoon ideaal voor mijn huid. En ben ik ook echt heel blij mee. Dit zou ik gewoon echt dragen als ik gewoon iets ga doen of whatever. Ik ben echt heel erg blij met de look. Ik vind de lippen ook heel mooi. Die gloss, mensen. Bestel die gewoon even gelijk, want die is echt helemaal top. Dus ja, I love it. En ik hoop dat iedereen hier ook iets aan heeft gehad. Let me know wat je vond van de video, van de look, van de producten. En of je meer van dit soort video's wilt zien. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!